Sometimes a man's got to do what a man's got to do. Als je bedenkt dat er in Finland ongeveer elke 13, 15 seconden een nieuw huis groeit. Als je kijkt naar alle bomen die langzaam groeien, bij elkaar groeit er elke 13 seconden een huis. Dan kun je wel uittellen hoeveel woningen je kan bouwen met het bosareaal in Europa. Omdenken. Een nieuw woord voor een oude denkwijze. Een neologisme dat het woordenboek nog niet bereikt heeft. Maar als het zover komt, zouden vandalen het kunnen vergelijken met van een nood een deugd maken. Kijken naar de werkelijkheid en onderzoeken wat je daarmee zou kunnen doen. In tijden van crisis. Goedenavond. Een onmisbare kwaliteit die het kaf van het koren doet scheiden. In deze serie leren we van ondernemers die verhalen uit de eerste hand vertellen. Zij zullen je overtuigen dat de wegen naar Rome oneindig zijn. Zij zijn omdenkers. Omdenken brengt ons deze week naar de hoofdstad. En waar een kantoor in de houthavens wellicht logischer was geweest, zijn we onderweg naar het oude industriegebied van Amsterdam-Noord. De man die we vandaag gaan bezoeken heeft wereldwijd prestigieuze gebouwen op zijn naam staan. Van bibliotheken in Bahrein tot de ambassade in Ethiopië en van Eidok hier aan de overkant tot Hotel Jakarta op Java-eiland. Los van het ontwerpen van die mooie gebouwen heeft hij één missie en dat is de bouwsector ervan overtuigen heel veel meer met hout te bouwen. Hij komt het liefst tot rust in de bergen, maar bij gebrek aan bergen volstaat een wandelingetje in Nederland ook. Hoppa, daar we are. We leven in een snelle tijd, vaak ook wel te snel. Volgens mij. Het verduurzamen van deze wereld is iets waar we moeten er ongelooflijk mee aan de bak. En dat moet ik ook doen. Ik ben Bjarne Ostenbroek. Vroeger bouwde ik met alle materialen die er voorhanden waren. Nu kom ik erachter dat we dat met veel duurzame materialen moeten doen. De wandelaar. Ja. Mogen we een stukje mee meelopen? Tuurlijk. Ja, ja. Geen berg hier? Nee, helaas niet. Het enige gemis in Nederland. Maar wel bergenwerk hebben we hierin gezeten, toch? Ja, dit was heel veel werk. 600 overleggen om dit voor elkaar te krijgen. Dit is wel een beetje. Maar het is gelukt. De kroon op je werk, toch? Of niet? Ja, dit hebben we wel volgens mij tot een goed einde gebracht. Waar ik ben opgegroeid is eigenlijk wel een heel bijzondere plek in Nederland. Op de Sallandse Heuvelrug. Midden in het bos, zandverstuivingen, heide. Ja, daar heb ik toch tot mijn 18e ongelooflijk veel tijd buiten doorgebracht. Dus als de lantaarnpalen aangingen, dan moest ik naar binnen komen. Mijn moeder die komt uit Nijverdal en zij wilde graag een huis bouwen. En dat hebben ze laten doen door mijn oom, architect, die net terugkwam uit Scandinavië. En die heeft een hypermoderne bungalow, zou je eigenlijk zeggen, gebouwd in het bos. Het was eigenlijk gespeend van elk ornament. Het was een heel simpel plat dak. Eigenlijk schoenendoosje van 8 bij 18 meter. Altijd als vrienden, familie, vooral vrienden, mensen uit de buurt binnenkwamen voor het eerst. Ja, dan waren ze stom verbaasd over hoe licht en mooi het zich richtte op het bos en de omgeving. Bjarne's interesse voor architectuur was gewekt. En dus vertrok hij naar Delft om bouwkunde te studeren. Hij kwam erachter dat hij er goed in was en het bovenal erg leuk vond. Dus na zijn studie verhaalde hij Delft voor Barcelona om bij een gerenommeerde architect in de leer te gaan en de fijne kneepjes van het vak te leren. Ik vertrok naar Spanje omdat daar hele spannende dingen gebeurden, zo rond de Olympische Spelen. En ging werken voor Enrique Miralles, eigenlijk een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. Na 91 stopte al dat werk, omdat de gebouwen waren af. En Barcelona is sindsdien vrij lang in een soort crisis geraakt, met heel weinig werk. Dus ik kwam terug naar Nederland. Ik ben eigenlijk meteen gewoon voor mezelf begonnen. De telefoons aangeschaft, tekenborden, we hadden nog net geen computers. Het begon zo. En dan ga je wachten op een opdracht, maar het grappige is, 3 weken later liep de buurman binnen van oh, architectenbureau, kunnen jullie voor mij de verbouwing tekenen? En we wonnen wat prijsvragen, dus daarmee krijg je wat bekendheid, konden we een eerste gebouw maken. Bjarne en zijn compagnon Dick hebben de wind in de zeilen. Er is werk genoeg, maar ze zijn ambitieus en wachten dan ook niet lang om de volgende stap te zetten. Dick van Gamer en ik hebben ons aangesloten bij een groot kantoor. De architectengroep vraagt van hen een soort meer generatiebureau, zoals dat heet, waar jonge en oude architecten samenwerken. Eigenlijk een team opgebouwd tot 44 mensen in 2002. En ik vond dat bureau zo groot worden en dan word je veel meer manager dan architect. Ik voelde gewoon heel erg dat ik daar niet meer op mijn plek zat. En mijn partners hebben me ontzettend geholpen. Verbazingwekkend genoeg waren ze heel genereus en
behulpzaam in het opstarten van mijn eigen bureau. Ik dacht namelijk ontslag te nemen en dan te zien. Maar een half jaar later had ik eigenlijk een team van 16 mensen en al mijn oude opdrachten mee. Dus dat was voor Search een vliegende start. Het is een doorn in mijn oog. Ik wil deze lamp al een hele tijd eraf hebben. En die gaat niet pas bij die twee? Nee, omdat deze is in de bouw erin gestopt en die hebben ze nooit schoongemaakt. Ik heb even deze lamp van het plafond geschroefd. Want ik had Nico al 10 keer gevraagd, maak hem even een keer schoon, want die is zo stoffig. Kun je dan eens even wat heet water... Moet je deze glazen ook meenemen in de schoonmaak? Die er nu opschroeven, tijdelijk. Nou goed, ook voor de tuin. En de bananen die groeien hier ook gewoon in de tuin? Ja, ja. Nou, dit is volgens mij het enige hotel in Nederland waar af en toe met de machette langs gaan. Ja, letterlijk. Want daar hangen die bladeren, die komen daar overheen. En dan pakken ze een groot mes van. Je merkt bij de gebouwen die we nu hebben gerealiseerd, dat er bijna een soort primair eerste basisgevoel is bij mensen als ze een houten gebouw binnenlopen. Dat ze dat heel erg prettig vinden aanvoelen. En dat is een opmerking die als ze een betonnen gebouw binnenlopen eigenlijk nooit zeggen. Het Hotel Jakarta is op dit moment ons grootste houten project. Daar zit meer dan 2000 kuub hout in de draagstructuur en nog eens 1000 kuub in het afwerken. Er zitten ook wat betonnen elementen in, als brandscheiding en als stabiele kern. De houten gebouwen hebben een aantal voordelen. De fundering is veel lichter. De gebouwen zijn heel makkelijk aan te passen. In feite zet je er een zagen van boor in en je hebt een gat of je hebt een doorbraak. De verbindingen zijn eigenlijk altijd droog. Droog wil zeggen niet aan elkaar gestort of aan elkaar gelijmd, maar je kunt ze los schroeven. En dat heeft als grote voordeel dat je het gebouw nog aanpasbaarder is, maar ook zelfs helemaal uit elkaar kan halen en kan verplaatsen. Ik snap nu ook wel wat je bedoelt. Je zei, mensen worden gelukkig als ze van hout zien, maar als ik hier naar binnen, dit is een en al aangenaam. Ik wil hier op een handdoekje gaan liggen. Natuurlijk is het... Heeft het ook een soort pijnlijk element om je los te maken van een bureau waar je eigenlijk heel succesvol een enorm team hebt zitten. Althans, ik vond dat lastig. En ik had één geluk dat mijn adviseur, advocaat was Eberhard van der Laan. Een briljante man. Eigenlijk heel kordaat en heel empathisch de architectengroep en mijzelf van elkaar heeft losgeweekt. Waarbij iedereen heel erg on speaking terms bleef. Dus wij zijn letterlijk uit elkaar gegaan als vrienden en gezegd, nou mooi, zo kunnen we verder. Wij noemden Eberhard ook altijd de architect van ons bureau. Wij zijn wel de architect van de gebouwen, maar hij was letterlijk de architect van dit bureau. Hier klopt het gewoon allemaal, dat vind ik zo fijn. En het is heel licht, valt me ook op. Ja, helemaal van glas en het verbruikt geen energie. Het is helemaal energie-neutraal, dit gebouw. Ja. Het is echt de huiskamer voor de buurt geworden. Ze zeggen ook, de begaande grond is publiek. Wij weigeren helemaal niemand binnen. Als je dan eenmaal alleen bent met een groep medewerkers, ja, dan kun je het echt zelf bepalen. En twee dingen waren heel belangrijk. Eén, een hele goede koffiemachine. Ik zei, doe het goed of doe het niet, is toch wel een beetje mijn credo. Dus waarom zou je van die slappe bakken drinken? En het andere is nooit meer directievergaderingen op maandagochtend. Letterlijk, dat verpestte gewoon mijn week. Dat je begint met een lange vergadering over leaseauto's en pensioenen. En dat is nu heel anders. Lijnen zijn veel korter. Je kunt veel meer freewheelen. Nou, helaas mis je nu een beetje de bus die hier 's ochtends al om 9 uur, 10 uur is. En die ook niet meer weggaat. Lekker bezig! Het idee tot de uitwerking, hoe het gebouwd wordt, dat de detaillering klopt en dat je daar ook iets over kan bepalen. Dat is vaak in het buitenland toch wel nog veel meer gewaardeerd dan in Nederland. Of daar bestaat het nog, terwijl het in Nederland bijna weg is. Wat je nu in Nederland bijvoorbeeld ziet, is dat architecten heel vaak gevraagd worden om de container, zeg maar de wind- en waterdichte schil, te bedenken. Daarbinnen is al lang bedacht door de opdrachtgever dat hij bij is hoe hij wil hebben van binnen. En als jij klaar bent met die schil, met die buitenschil, dan komt er een interieurontwerper die daar in die black box nog weer helemaal een interieur bouwt. Maar hier konden wij, omdat die opdrachtgever dat ook wilde, konden wij de aannemer helemaal aangestuurd. Elk hoekje, elk dingetje, een latje, spiegeltje, hoe het randje zit, alles bepaald. Alles. Er is in architectenland wel een revolutie gaande, omdat er opeens, we hebben het over de laatste 20 jaar, een besef is dat je een verschil kan maken met welke materialen je bouwt. Dat veel positiever kan zijn voor het milieu, minder impact heeft op CO2-uitstoot. Iets waar we 30 jaar geleden nog amper mee bezig waren.
Als je een gebouw in hout maakt, dan zijn de transportbewegingen naar de bouw kunnen wel bijna 20 maal zo weinig zijn. Voor een betonnen gebouw moet je eerst materialen aanvoeren, een kist bouwen, allemaal staal erin zetten. Terwijl met hout bouw je met het enige materiaal dat zichzelf maakt. En er groeit ook zoveel op de wereld, dat als je op een verstandige manier ook veel meer weer bosareaal gaat aanleggen, zeker in Nederland, maar ook in andere landen, dan doe je een paar dingen goed. Dus namelijk dat er heel veel CO2 weer wordt opgenomen voor die bossen die groeien. En dat je weer de cirkel herstelt van bouwen, CO2 opslaan in die gebouwen ook, weer nieuwe bomen laten groeien en zo eigenlijk ook CO2 kan afvangen in plaats van dat je heel veel CO2 de lucht inbrengt, omdat een kuub beton gewoon heel veel CO2 produceert. Dus alles wat je ziet hier is bamboe ook. Vloeren, wanden, plafonds, alles. Kunnen wij in Nederland ook genoeg Nederlandse houtsoorten eigenlijk gebruiken die er ook geschikt voor zijn? Of? Ja, dat kan wel, maar zo zit bij ons de bos niet meer in elkaar. Omdat die natuur al decennia lang niet meer gekapt wordt voor productie. Maar dus eigenlijk staat er in Nederland heel veel mooie eik en grove den en weet ik wat. Die als je dat gewoon voorzichtig eruit haalt, eens per 25 jaar. Op dit moment is cross-laminated timber, kruislaags hout, is eigenlijk een veel gunstiger bouwmateriaal dan beton. De grote vraag van, is er wel genoeg hout? En is dat wel zo milieuvriendelijk? Die weerstand is er meteen. Dus je krijgt ook heel veel discussie hierover. Maar ik kan je wel vertellen dat als je bedenkt dat er in Finland ongeveer elke 15 seconden een nieuw huis groeit. Als je kijkt naar alle bomen die langzaam groeien, bij elkaar groeit er elke 30 seconden een huis. Dan kun je wel uittellen hoeveel woningen je kan bouwen met het bosareaal in Europa. Vooropgesteld dat je ook doet aan duurzame houtbouw. Het gaat mij niet alleen, heel belangrijk, niet alleen om een houten gebouw maken. Het gaat ons om de cirkel herstellen van bijvoorbeeld een heel groot deel van de veestapel wegnemen. Heel veel landbouwareaal weer omzetten in bos. Duurzame bosbouw, ander natuurbeheer, andere oogsting van materialen. En daarmee gezondere gebouwen maken. Er worden ook heel veel bossen onnodig gekapt, zeg maar. Ja. En is dat niet dat je dan denk je, als we alle huizen van hout gaan maken, dat blijft dan nog wel bos over? Of? Nee, het gaat dus om die cirkel weer heel maken. We hebben nu 400.000 hectare bos en dat zou eigenlijk 800 moeten worden. Dus verdubbelen. Dan gaan we in Nederland weer van 11 naar 22% bos. En dan gemengd bos, want door de biodiversiteit weer enorm toeneemt. Want die is heel slecht. Die gaat heel erg achteruit. De belangrijkste reden dat het zo moeilijk gaat, is eigenlijk maar één ding. En is dat een gebouw tegenwoordig eigenlijk amper nog gebouwd wordt voor de functie waar het voor nodig is. Namelijk wonen of werken of school of wat dan ook. Een gebouw wordt bijna alleen nog maar gebouwd als rendement, als geld. Dus als belegging. Dus we zijn ongelooflijk van het pad afgeraakt waarom we bouwen. Dit programma gaat over buiten de lijntjes tekenen en dat je anders denkt. Maar ja, mijn verwijt is nee. Volgens mij heel veel mensen die in de bouwsector zitten, die zijn buiten de lijntjes gaan tekenen. Ik wil dat we weer in de lijntjes tekenen. Dat we gewoon weer netjes doen wat we moeten doen met een gebouw. Want het is natuurlijk van de zotte dat we zeggen dat er al 50 jaar woningnood in Nederland is en dat we meer huizen moeten bouwen en dat we het niet doen. Nou, dan zit er iets niet goed als je dat niet kan doen als rijk Nederland. Bjarne probeert zijn opdrachtgever zoveel mogelijk mee te nemen in zijn visie. Maar, hoe mooi ze die vaak ook vinden, blijkt het vaak ook moeilijk op te boksen tegen het prijskaartje van de conventionele betonbouw. Beton wordt in bulk gemaakt en kan men dus heel efficiënt aanleveren, ook al is het heel vervuilend. Dus dat die vervuiling wordt afgewenteld op de maatschappij. En de betonindustrie die verdient er helaas veel geld aan. Terwijl als je goed kijkt, dan zal het natuurlijk op lange termijn is een houten gebouw gewoon goedkoper dan een betonnen gebouw. Alleen onder de huidige omstandigheden niet. En hey, Bjarne, je verwacht met zo'n uiterlijk natuurlijk ook wel een sauna. Die zit er ook. Ja, die zit er ook. Ja, ik wou net zeggen, het is één grote sauna dit. Fitness, sauna's, massageruimtes. En dit is dan het zwembad, best een ruim zwembad. En het grappige is, het wordt dus veel meer gebruikt in de andere hotels, omdat het niet verstopt in de kelder zit. Dus het nodigt heel erg uit om te zwemmen. Het is niet de standaard. En daarmee wordt het gezien als bijzonder, risicovol, alle wet en regelgeving is er niet op geschreven. Dus bij beton kun je heel makkelijk zeggen, oh dat voldoet. Terwijl bij hout zegt, nou kan dat dan wel? Hoe zit dat met brand? Hoe zit dat met geluid? Hoe zit dat met vocht? Ja, dat is allemaal fantastisch op te lossen. In wat voor opzicht is dit
pand nou een echte bejaarde, zeg maar? Is dat ook wel uiterlijk of is dat vooral de visie die erachter zit? Niet uiterlijk, vind ik niet zo. Het is meer de integratie van stad, gebouw, interieur en natuur. De allerbelangrijkste misvatting die natuurlijk in de wereld al eeuwenlang is, is dat je hebt de maatschappij, de mensen en je hebt natuur. Maar dat is natuurlijk onzin, want wij zijn natuur. Alles is natuur. Dus in die scheiding tussen stad en platteland zou je heel anders moeten kijken naar waarom dat zo enorm uit elkaar getrokken is. En wat het ook betekent voor dat wonen in die stad. Nou, en de stad parasiteert op dit moment ongelooflijk op natuur. En die natuur kan dat niet meer aan. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je dat wat je in die stad doet, dat dat ook geen negatieve effecten meer heeft op die natuur. En dat je die natuur ook in die stad haalt. Er kan hier zoveel meer. Om een heel simpel voorbeeld. Je staat nu hier onder een vlinderboom. Ja, weet je, dit ding is nodig voor biodiversiteit, voor insecten. In de stad kun je de beste honing maken tegenwoordig. Ook helemaal overspoeld door van die vlogmeisjes. Oh ja? En, soms zitten ze letterlijk met kleren, gaan ze daartussen zitten. Dus laat ze zeggen, dat is wel handig, dat is een stuk goedkoper dan naar Indonesië vliegen. Dat vond ze niet leuk. Ik mis alleen nog een liaan dan. Ja, wij hadden hier een bamboe hangbrug. Maar die vond, dat is eigenlijk het enige wat verdwenen is. Die vond de opdrachtgever te begrotelijk. 15 jaar geleden begonnen wij met ons eerste houten huis bij Zutphen. Omdat de opdrachtgever graag een houten huis wilde, massief houtbouw. En we merken wel dat sindsdien is het aandeel houten gebouwen bij ons wel opgeschoven naar toch wel de helft. Alleen tegelijkertijd merken we dat het zelden is dat de opdrachtgevers naar ons toekomen van ik wil graag een houten gebouw. Denk je dat het te langzaam gaat? Want je ziet nu wel met corona hoe snel de dingen mogelijk zijn. We voeren nu uit wat we eigenlijk sinds 1955 al weten. Dat is niet heel snel. Men wist toen al precies wat de gevolgen zouden zijn van het doorgaan met fossiele brandstof. Wil je nog even naar de Skybar kijken? Ja, zullen we dat even, gaan we even naar boven? Fantastisch. Doet me een beetje denken ook aan dat beroemde strijkijzergebouw in New York. Precies, Flatiron. Hey, als we hier zo om ons heen kijken, dat gebouw is van jou, die waar we in staan. Het IJdok. Je hebt Amsterdam Marina ook nog aan het water liggen. En dan hebben we verder nog een heel leuk woningbouwproject op Borneo Sporenburg hierachter. Als architect heb je de verantwoordelijkheid, bijna net als een advocaat of een medicus. Dat je bouwt een stuk van die stad en die stad is van iedereen. Dus die opdrachtgever is maar één speler. Ja. Ja, weet je, die leeft misschien voor 20, 30 jaar niet meer. Het gebouw staat er nog op. Dus je moet iets doen wat ook zinvol is voor die stad. En er zijn natuurlijk steeds meer opdrachtgevers die interesseert dat niet. Die doen dat voor dat rendement. En dat wil nog wel eens botsen. Doe vooral dat waarvan je het gevoel hebt dat je het goed doet. Dat je een verschil kan maken, dat je een bijdrage levert. En doe het niet voor het geld. Bijna alle succesvolle mensen die zeggen altijd, ik heb het nooit voor het geld gedaan. Dat is volgens mij een hele goede les. Dus blijf heel erg bij je passie en ga daarmee aan de slag. Wil jij meer leren over omdenken of ondernemen in het algemeen? Ga dan naar kvk.nl.